De kersverse wereldkampioen darts, Michael van Gerwen natuurlijk, komt uit Vlijmen. Ja, en daar zijn ze apen trots op het darts-fenomeen. Donderdagavond dan wordt van Gerwen gehuldigd in het Noord-Brabantse plaatje. En van Gerwen wordt ook wel de groene sloopkogel genoemd. Ja, en dus is Vlijmen voor even groen gekleurd. Meteen vannacht de eerste sloopkogels al gemaakt. En morgen tijdens de huldiging ben ik van plan om heel Vlijmen te laten proeven voor degenen die ze nog niet gekocht hebben. En natuurlijk gaan we een hele mooie taart maken die we morgen gaan aanbieden aan Michael. En 10 van die mooie sloopkogeltjes. Ja, alsjeblieft. Heerlijk. Ja, we hebben natuurlijk onze eigen Mighty Mike bier, hè. Kijk. Groen is het. Ja, het is de kleur van de dag. Van de dag. Van de week. Van het jaar. Van het jaar. Sportman van het jaar. Hier staat hij. Alsjeblieft. En ook bij de groenteman liggen ze. Ja, zeker. We hebben vandaag, om de overwinning van onze Michael te vieren, de spruitjes in aanbieding, de groene sloopkogels. Helpt dat om wereldkampioen te worden, spruitjes? Nou, hij komt wel eens in de winkel, dus hij eet goed groente en fruit. Dus ik denk dat het geholpen heeft. Nou, ik weet het niet met dat groene bier, maar de bekendste bijnaam van Gerwen, Mighty Mike. En niet iedereen kan die bijnaam vloeiend uitspreken. Neem nou buurman Jan, die al jaren naast de dartsagenda woont. Ja, die heeft het er toch al wat moeilijk mee. Mikey Fighty is, of hoe noemen ze? Mighty Mike. Mikey Mike. Ja, Mikey Mike. Vertel even hoe trots Vlijmen is op Mighty Mike. Ja, wij zijn er wel trots op. En we hebben er een goede buurman aan. Mikey Tykey of zoiets. Weet Mighty Mike. Mikey, ja, ik kan... Hey, Mighty Mike. Ik kan maar een little bit English. Dus, Mighty Mike. Probeer het een keer. Mikey Tyke. Nee. Mighty Mike. Mikey Mike. Mighty Mike. Mikey Mike. Nee. Ja, zo was het toch, hè? Hoe heet hij nou? Mikey Mike. Toch niet Dijk. Mike. Mighty Mike. Mighty Mike. En vanavond, vanaf 7 uur, is de huldiging van Michael van Gerwen live te volgen op Telegraaf.nl.